Wat veel wordt vergeten is dat slechts tussen de 10% en 12% van de migranten asielzoeker is. Toch is het merendeel van het politieke debat gericht op deze groep. De groep arbeidsmigranten is veel groter. Hierbinnen maken we een onderscheid tussen kennismigranten van buiten de EU, overige migranten van buiten de EU en EU-burgers die hier komen werken. Tijdelijk of permanent. Veel verblijfsvergunningen zijn gekoppeld aan het hebben van een baan of je mag blijven na je studie bijvoorbeeld. En bovendien zijn er veel bedrijven, vooral in de seizoensarbeid, die volledig draaien op arbeidsmigranten. De stelling luidt, om personeelstekorten en irreguliere migratie tegen te gaan, moet het makkelijker zijn voor arbeidsmigranten buiten de EU om in Europa te werken. Ja, ik begin natuurlijk bij u, want u heeft uw bordje op groen. En dit is ook een plan uit het D66-programma om burgers buiten de EU hier te laten werken. Hè, zogenoemde circulaire migratie. Legt u het even uit? Nou ja, ik denk, er zitten hier volgens mij best een hoop jonge mensen in de zaal. En vast ook wel wat oudere mensen. Jonge mensen die heel graag een woning willen. Oudere mensen die zich misschien zorgen maken over de zorg. Of misschien wel dwars door elkaar, dat kan ook. Heel veel van de dingen waar we natuurlijk op dit moment tegenaan lopen, veel van de grote uitdagingen van deze tijd, die hebben natuurlijk te maken met personeelstekorten. En nou ga ik niet zeggen, want zo genuanceerd ben ik dan ook alweer, dat arbeidsmigratie de silver bullet is. Hè, dat we het daarmee allemaal gaan oplossen. Maar ik denk wel dat het een belangrijke factor kan zijn. Want wat lossen we er wel mee op? Nou, ik denk dus dat we op dit moment kijken we denk ik eigenlijk niet zo heel erg goed naar hoe we met arbeidsmigratie omgaan. Dus we, ja, mensen kunnen natuurlijk gewoon vanuit allerlei landen in Europa hier komen om te werken. Nou, het vrij verkeer is een groot goed. Maar ik denk dat we veel beter zullen moeten nadenken in de toekomst. Wie hebben we nou nodig? En dat betekent misschien dat we in sommige sectoren veel minder mensen krijgen. Je zou best kunnen zeggen, nou, al die kiloknallerslachterijen die we nu hebben, of die enorme hoeveelheid distributiecentra. Nou, daar werken heel erg veel arbeidsmigranten. Misschien hebben we die sectoren gewoon wat minder nodig in de toekomst. Dan heb je minder mensen. En aan de andere kant zullen we meer vakkrachten nodig hebben om onze duurzaamheidsambities te bewerkstelligen, om in de zorg te werken bijvoorbeeld. En dat zouden mensen kunnen zijn. Die hebben vanuit we ook buiten de EU nodig. Zeker, ja. Kati Piri, waarom staat u niet achter dit idee? Nou, ik heb voor de mensen die dat niet weten, ik heb een Hongaarse achtergrond. En ik heb heel veel contact met mensen die hier werken, vanuit als Hongaren, die hierheen zijn gekomen om of in een distributiecentrum of in zo'n slachthuis of op andere plekken. Het is niet alleen op die plekken te werken. En ik schrik altijd als ik een telefoontje krijg en hoor onder wat voor omstandigheden we al jarenlang mensen hier te werk stellen. En ik denk het grote verschil met de eerste twee debatten die we hebben gehad, die gaan over vluchtelingen. De vluchteling is een individueel recht en wij hebben de plicht om iemand op te vangen als die gevaar loopt. Dat gaat over vluchtelingen. Arbeidsmigratie gaat over je economie. Wat voor soort werk willen wij in Nederland? En uiteraard vanuit de partijen waar ik hiervoor sta, zeg ik ook, wat voor soort werk willen we en wat voor soort omstandigheden horen daarbij? Wij zakken totaal onder de morele grens. Hoe wij hier, inmiddels zegt de FNV, naar schatting met 1 miljoen arbeidsmigranten in Nederland omgaan. En dan is het dus niet een. Het is vanuit mij niet een xenofobisch iets. We moeten niet buitenlanders hebben die hier komen werken. Zou een beetje raar zijn met mijn achtergrond. Maar ik vind als je nu kijkt naar de omstandigheden, alleen al binnen de EU, hoe wij omgaan met arbeidsmigranten. Qua woning, qua slecht betalen, qua uitbuiting. Ja, dan zeg ik, zet alsjeblieft niet die poort open naar nog kwetsbaardere mensen die voor nog lagere lonen door een aantal van die. Ik plaats mezelf niet tegenover D66. Maar ik zeg alsjeblieft, zorg ervoor dat we eerst de zaken op orde hebben hier. Voor arbeidsmigranten van binnen de EU. Kijk kritisch naar je economie. Wat voor soort werk willen wij hier in Nederland? Wat voor beloning, wat voor werkomstandigheden horen daarbij? En dan zal je zien dat er in heel veel sectoren veel minder behoefte is aan arbeidsmigratie dan nu het geval is. Sluit u zich daarbij aan? Ik
grote mate wel. Maar ik zou er nog op willen aanvullen dat er natuurlijk ook nog in Nederland heel veel mensen zijn. 400.000 in de bijstand. Veel mensen die in de WW zitten of die nog zouden kunnen werken. Dus laten we ook veel aandacht daaraan besteden dat zij aan het werk kunnen. Het klopt inderdaad dat een heel groot deel is arbeidsmigratie binnen de EU. En daar vinden al enorm grote misstanden plaats. Dus volgens mij moeten we dat beter met elkaar regelen. We hebben het de vorige stelling ook gehad over kun je nou migratieafspraken maken met andere landen. Ik vind wel dat als onderdeel van zo'n bredere afspraak zou je wel kunnen zeggen van nou, we nemen jaarlijks een x-aantal studenten of arbeidsmigranten uit een land op. En in ruil daarvoor, als mensen zich hier dan melden en geen recht hebben op asiel, dan moeten ze ook die uitgeprocedeerde terugnemen. Want dan hebben mensen niet meer een prikkel om zelf die gevaarlijke oversteek te maken. Maar verder vind ik ook dat als je kijkt naar eigenlijk de ongebreidelde arbeidsmigratie, de grote aantallen naar Nederland en welke problemen dat oplevert, dat we ook daar veel meer grip op moeten krijgen. Ik vind het wel grappig, want ik kan eigenlijk deze 60 in hoe het dan wordt uitgelegd helemaal volgen. Alleen kom ik op een andere kleur uit. Ik denk dat we, en dat is eigenlijk hier ook al eerder gezegd, we moeten inventariseren in Nederland elk jaar wat is nodig voor sectoren in de economie die we belangrijk vinden. En op basis daarvan moeten we mensen vragen om hier te komen werken. Maar dan ligt de behoefte dus vanuit de samenleving en niet vanuit bedrijven of een andere instantie. En op basis daarvan moet je dan tijdelijke, ja, circulaire migratie noem je dan dat dus, mensen die hier komen werken en dan ook weer teruggaan. En dat gaat dan om sectoren die de samenleving nodig heeft, zoals zorg, zoals technische industrie, zoals de agrarische sector. Ik hoor twee dingen. Eén is, de Nederlanders kunnen zelf eigenlijk de banen vullen. En tweede is, we moeten gewoon een goed plan maken om te kijken in welke sectoren wie we concreet nodig hebben in plaats opeens nu ook allemaal niet-EU-burgers hier uit te nodigen. Nou ja, ik denk dat dit was ook mijn punt. Hè. Ik denk dat je eigenlijk, we hebben op een gegeven moment is er vanuit D66 ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer die echt ging over, nou laten we nou zo'n soort commissie aanstellen die gewoon ook met zo'n hele brede blik naar onze economie kijkt. Maar dus ook op die manier, eigenlijk wat mevrouw Pieren natuurlijk net zei, om natuurlijk te voorkomen dat wij op bepaalde vlakken in de samenleving zijn we natuurlijk bijna een soort lage lonenland geworden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ja, want ik wil toch even het nieuwsbericht van de inspectie met jullie delen. Er zijn in Nederland 17.000 uitzendbureaus actief. Ja, de inspectie zegt dat 1 op de 7 malafide is. Dus onbetaald werken, onderbetaling. Dus, En ze zeggen dat handhaving nauwelijks mogelijk is. Dus wat betekent dat dan als u zegt, nou, er mogen er meer wat komen? Wat ik zeg is dus, en daar is die dus een beetje zo. Ik zeg, het werkt op twee sporen. Dus dat ene spoor is dat je zegt, nee, we willen dus niet dat lage lonenland zijn. Dat betekent geen kiloknallerslachterijen meer en misschien je pakje een paar dagen later. Dat betekent ook dat je wel kritisch kijkt en dat je ook eerlijk bent. Welke mensen hebben we nou echt nodig? En dat zullen niet de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt zijn, maar dat zullen inderdaad veel meer vakkrachten zijn. En ik denk dus dat je hartstikke streng moet zijn op die onderkant. Ik denk ook dat je werkgevers veel meer verantwoordelijkheden moet geven om dat ook daadwerkelijk, om daar een vuist tegen te maken. Dus die uitzendbureaus, nou, zijn we natuurlijk mee bezig. Hè. Daar komen wetsvoorstellen voor nu. Of die zijn volgens mij net naar de Kamer gestuurd om te zorgen dat we daar echt ook op gaan ingrijpen. Ja, want de inspectie zegt dus, we kunnen dit eigenlijk niet handhaven. Nee, deze hoeveelheid lukt niet. Dat is ook terecht. En hoe kunnen we dat veranderen? Nou ja, door dus te zeggen van, we gaan uiteindelijk toe naar een systeem met veel minder uitzendbureaus, maar degenen die het goed doen, die mogen blijven, zeg maar. We gaan toe naar een situatie waarbij we misschien in sommige sectoren wel een uitzendverbod gaan doen. Waarbij je zegt, nou, dit is gewoon een sector waar dat helemaal niet nodig is. En wat je dan ook gaat zien, is dat ik denk dat je aan die onderkant van die arbeidsmarkt bijvoorbeeld, kijk, waar het nu nog heel zinnig is om mensen bijvoorbeeld heel goedkoop aan het werk te zetten, wil je natuurlijk eigenlijk stimuleren dat nou bedrijven zoals je die hier ziet natuurlijk veel meer gaan innoveren. En dat je misschien veel minder mensen nodig hebt die op dit soort plekken werken. Dus volgens mij is dat de weg. Maar is er daarnaast, zul je heel erg veel mensen nodig hebben. En misschien nog even goed, want het is wel goed om even te reageren natuurlijk. Ja, ook in Nederland staan nog heel veel mensen aan de kant. Ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat natuurlijk iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Dus laten we daar alsjeblieft ook tijd in steken. Toevallig vandaag heel mooi stuk, was ik heel blij mee, in het Financieel Dagblad. Over bijvoorbeeld ook het laten werken van asielzoekers. Want die mogen ook nog steeds niet werken. Op het moment dat we al die mensen die nu in de AZC zitten ook de mogelijkheid geven om te werken. Nou, dat zijn natuurlijk ook allemaal mensen. Dat is weer even een hele andere discussie. Dus ik wil toch even hier blijven. Want er zijn dus wel grote tekorten. Hè? De werkgeversorganisatie VNO-NCV zegt, arbeidsmigratie is onontkoombaar. Wie gaat onze tomaten plukken, onze kantoren schoonmaken, zonnepanelen plaatsen op onze daken als we niet nog meer mensen hierheen halen?
Nou ja, dat is natuurlijk ook de realiteit. En dat is ook zo zeker op de korte termijn. Ik zou nog wat onderscheid willen maken. Natuurlijk ook nog een hele grote groep kennismigranten. Ik kom zelf uit Brabant, vlakbij de regio Eindhoven. Nou ja, dan moet je, als je dat wil laten groeien, ASML en alles wat daar omheen zit, dan zul je het beste talent van de wereld zul je hier naartoe moeten blijven halen. Dus je moet volgens mij ook zorgen dat we als Nederland ook daarvoor aantrekkelijk blijven. Alleen zijn natuurlijk ook in het verleden zijn er sectoren die zijn soort van ongebreideld gegroeid, bijvoorbeeld in de logistiek. Waarvan je zou kunnen zeggen van ja, is dat in de toekomst ook nog nodig? En ik vind niet dat je kunt nu tegen bedrijven zeggen, hou je aan de regels en zorg dat die misstanden, dat die niet plaatsvinden. Ik vind niet dat je nu moet zeggen, we gaan nu een sector ineens afknijpen. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen is als er een nieuw bedrijf wil starten, dat je dan ook de vraag stelt, niet alleen van heb je een omgevingsvergunning, maar wat betekent dat voor de huisvesting die in de gemeente nodig is? Zijn alle voorzieningen in de gemeente wel? Dus dat daar ook een aanvullende toets op plaatsvindt. Ja. Zodat jullie elkaar hier wel vinden? Want ik las bij jullie ook iets over een huisvestingsassessment. Ja. Dus dat er eerst wordt gekeken of er huisvesting is voordat mensen hierheen. Nou, je wilt eigenlijk een soort hele brede scan natuurlijk, voordat een bedrijf zich überhaupt vestigt. Van wat zijn de consequenties daarvan? Ja. Want volgens mij is iedereen tegen uitbuiting. Ja, maar er gebeurt al jaren niks. Ja. He, dus dat is, kijk, niet alleen, kijk, wat bekender is het rapport Roemer, hè, van inmiddels hoeveel jaar geleden? 4. Die aanbeveling heeft gedaan. 10 jaar ervoor zijn er eigenlijk min of meer in een ander rapport precies dezelfde aanbeveling gedaan. En dat gebeurt niet. Omdat er een heel sterk economisch motief is voor arbeidsmigratie. Laten we eerlijk zijn. Ik ben ook bij die distributiecentra geweest. Als je het minimumloon zou ophogen naar 16 euro... is het hele winstmodel van die bedrijven weg. Ik vind dat niet erg. Ik vind dat niet erg. Als je nu kijkt in de agrarische sector of bijvoorbeeld bij de vleesindustrie, in de vleesindustrie zijn 80% arbeidsmigranten. En dat is niet omdat je in Nederland mensen niet kunt vinden, maar omdat je ze gewoon niet fatsoenlijk betaalt. En er dus geen Nederlander dat zware werk wil doen voor dat bedrag. In Duitsland hebben ze in coronatijd inderdaad dat uitzendverbod gedaan. In de vleessector, waar ze al op gruwelijke manier omgaan met dieren, daar hebben we vaak berichten over in Nederland, maar ze gaan net zo gruwelijk om met de mensen die daar werken. En natuurlijk mogen dan ook arbeidsmigranten daar werken. Neem ze in dienst. Bied ze de zekerheid. Betaal ze op een fatsoenlijke manier, zodat ze ook op een fatsoenlijke manier gehuisvest worden. Zodat ze niet, zodra de uitzendbureau denkt, nou, je bent een dag ziek, dan zit je op straat en op dat moment verlies je ook heel vaak je woning. Voor de mensen, ik weet niet hoe dat hier op station is. Ik woon in Den Haag, naast het Centraal Station. Zit inmiddels vol met dakloze arbeidsmigranten die door uitzendbureaus hierheen zijn gehaald, zijn gedumpt. Want het uitzendbureau betaalt ook vaak, nou ja, betaalt. De arbeidsmigrant moet betalen voor de huisvesting bij het uitzendbureau. En als je ziek bent, komt er of een knokploeg. Dat hebben we gezien in de vleessector. Ik heb Hongaren gehad die me opbelden en filmpjes sturen hoe een knokploeg langskomt als je je ziek meldt. Dat gebeurt in Nederland. Maar als je je ziek meldt, voor jou liever een ander. Dan sta je op straat. Dan word je verteld, dit weekend heeft u geen woning meer. En dat zijn praktijken waarvan ik echt denk, als je staat voor een fatsoenlijke economie, voor een fatsoenlijk land, waar we met respect omgaan met iedereen, ongeacht hun nationaliteit, mag dit niet gebeuren. Nee. Alexander Hendricks, ook in de applaus mag, ja. Ook in de agrarische sector, hè, werd net genoemd. Hoe kijkt u daarnaar? Is het een idee om een uitzendverbod op te leggen als het echt gruwelijk misgaat? Nee, maar je hebt de misstanden, die moet je aanpakken. Je moet het goed reguleren, je moet zorgen dat die huisvesting goed geregeld is, dat er eerlijk betaald wordt. Maar nu wordt het ook gedaan alsof het overal in de agrarische sector helemaal verkeerd gaat. En dat is natuurlijk niet het geval. Er zijn heel veel agrarische bedrijven. Ik ken een tuinder in de Betuwe. Die heeft gewoon met één dorp in Roemenië al generaties lang is daar een goede relatie. Die komen elk seizoen daar helpen. Hij brengt ze netjes terug, hij huisvest ze netjes. En zij verdienen daar in dat dorp best wel bijna welvaart aan die deal. En zo zijn er vele andere agrarische bedrijven waar het echt goed geregeld is en waar mensen over de schreef gaan. Daar moet je aanpakken, maar er moet er niet een algeheel verbod komen op arbeidsmigratie. Ja, en ik zit toch even naar het begin, helemaal het begin van de avond, toen we nog over asiel hadden. Hè. En nu zitten we bij deze groep, wat eigenlijk qua percentage een veel grotere groep is. Als je het dan hebt over reguleren van instroom of minder mensen, is dit dan niet veel betere groep om bij te beginnen, als ik jullie lijn volg, van instroom beperken?
Nou, als je kijkt naar de absolute aantallen, gaat het inderdaad om meer mensen. Mm-hmm. Alleen als je kijkt specifiek de problematiek rondom asiel, die blijft dan natuurlijk. Het is niet zo dat er dan ineens heel veel meer opvangplekken zijn of ineens meer juristen bij de IND. Een heleboel asielzoekers die naartoe komen, die hebben ook specialistische zorg nodig vanwege wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dat geldt voor arbeidsmigranten niet. Dus je kunt niet zeggen van, je moet allebei doen, maar je kunt niet zeggen, als ik nou de arbeidsmigranten aantal omlaag breng, dan los ik alle problemen op. Het is en-en. Mm-hmm. Oké. Okay. Wat vindt u? Aan welke knop kunnen we het beste draaien? Nou ja, ik denk dat natuurlijk de knop van arbeidsmigratie heeft natuurlijk gewoon veel meer zin. En ik denk dat we op dit moment in een situatie zitten waarin dat ons een beetje overkomt, zeg maar. Dus ik denk dat het hartstikke goed is inderdaad dat we die vrijheid van verkeer hebben in Europa. Maar ik denk wel dat we veel beter na kunnen denken over waar hebben we mensen nodig. En dat heeft dan ook impact natuurlijk op de aantallen. En ik denk, ja, daar kun je gewoon over nadenken. En het zijn inderdaad substantieel meer mensen dan dat het is bij asiel. Ja, absoluut. Laatste, en dan gaan we... Nou ja, de enige grote stroom die nog niet genoemd is natuurlijk studiemigratie. Mm-hmm. We hadden nog wel een half uur over door kunnen debatteren. En daar geldt net als bij arbeidsmigratie dat we moeten kijken in Nederland, wat is nodig, wat is goed voor onze hogescholen, voor onze technische universiteiten en hogescholen en universiteiten in grensregio's. En de studiemigratie die je naar steden als Amsterdam, maar ook mijn eigen universiteit Leiden hebt, die is grotendeels overbodig. En daar kan je ook echt wel kan ook flink naar beneden.